Hallo beste luisteraars van Ik ga leven de podcast, vernoemd naar het gelijknamige boek van mezelf. Mijn naam is Lale Gül, ik ben je favoriete host, ik ben schrijfster, columnist bij het Parool en ik maak deze podcast met Ömer Uyar. Ömer is een lopende encyclopedie en ik heb veel vragen in het leven. Heb jij die ook? Dan is dit het juiste adres voor jou. Oké. Ja, hi. Hey. We zitten dus, as we speak, zitten we in een, in de vooravond van een nieuwe lockdown. Mm-hmm. Er zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. Mm-hmm. Wat mij dit keer opvalt, is dat heel veel BN'ers en van die Insta-mensen, zoals Tim Hofman en zo, die zijn dit keer wat kritischer en bozer. En die zijn het, zeg maar, allemaal een beetje zat aan het raken. Ja, iedereen heeft een beetje gehad, denk ik. Ja, en dat heeft er ook mee te maken dat die beloftes nooit worden nagekomen. Dus we prikken ons uit de crisis. Nou, we prikken ons helemaal niet uit de crisis, bijvoorbeeld. Jij hebt in totaal 6 COVID-vaccinaties gehad? Ja. Ja. Ja, hoe komt dat? Waarom heb jij er 6 gehad en iedereen 2? Ja, ik behoor tot een groep van biohackers. Het zijn allemaal molecular biologists en synthetic biologists. Die eigenlijk allemaal soort van projecties hebben lopen. En vorig jaar in de zomer hebben wij een DNA-vaccine getrialed. Want RNA en DNA is een soort van ons domein. Dus die vaccins die met dezelfde techniek worden geproduceerd ook. En het mooie van die techniek is dat het vrij simpel te creëren is. Hè? Je hebt niet een groot lab nodig. Het gebeurt voornamelijk, het designen gebeurt voornamelijk op de computer, waarna je het naar een synthetisch company stuurt die het vervolgens synthetiseert. En wij hebben dat DNA-vaccin toen gebaseerd op een studie op macaken. Safety profile, efficacy profile was vrij hoog. Dus dat hebben we vervolgens nagebootst en getest. En vervolgens, ik heb de laatste 8 maanden heb ik in Turkije gewoond. Dus ik heb me daar ook weer 2 keer laten vaccineren. En toen ik hier naartoe vloog, was het allemaal een beetje hoofdpijn met de immunisatie doorgeven. En ik dacht, ja, hier kan ik toch weer 2 vaccins halen. En te zien dat ze bepaald opraken of zo in deze periode. Dus die heb ik toen ook gehaald eigenlijk. Oké. Okay. Je neemt... Ja, het is ook niet zo. Het klinkt vrij eng en zo, maar het is eigenlijk... alsof ik 6 keer corona heb gekregen eigenlijk. En je neemt ook elk jaar 2 griepprikken standaard? Gewoon 1 griepprik. Maar waarom heb je niet genoegen genomen, zoals iedereen, met 2 COVID-vaccinaties? Omdat het een betere bescherming biedt. En kijk, we hebben het hier over novel virus. Hè? Novel houdt in onbekend in werkingsmechanismen voor de wetenschap, onbekende lange termijn bijwerkingen en van alles. En op dit moment heb je soort van mensen die het dan hebben en hebben genezen en vervolgens claimen van, ja, maar ik had alleen maar een maandje of een weekje geen smaak- en reukvermogen. En dan denk ik van, maar weet je, weet je niet hoe eng dat klinkt? Besef je niet hoe eng dat klinkt, weet je? Kijk, voor neurologen is dat gewoon een fucking nachtmerrie. Want smaak- en reukvermogen zijn een van de markers die we gebruiken om te beoordelen of neurodegeneratieve ziektes in ouderen bevorderen. Zoals Parkinson's en Alzheimer's en dementie. Smaak- en reukvermogen verliezen zonder nasal decongestion, zonder verstopte neus, zeg maar. Dat duidt altijd op hersenschade. En dat is fucking eng. En ik ben liever gewoon helemaal beschermd en heb een soort van sterk immuunsysteem ertegen zonder de negatieve bijwerkingen, dan dat ik mijn lichaam schade laat toedoen. Dus begrijp ik je goed dat eigenlijk zeg je basically iedereen die corona heeft gehad, ook de jongeren die niet in het ziekenhuis zijn beland, niet op de IC, maar het als een soort griep hebben ervaren, of die gewoon hun reuk- en smaakvermogen even een paar weken kwijt waren. Die hebben eigenlijk breinschade geleden. En daar gaan ze later... Nee, kijk, niet iedereen. Kijk, als jij smaak- en reukverlies hebt, dan duidt dat op schade. Hè? Schade in je olfactory nerve of schade in je olfactory bulb. Dat is het deel van het brein gelijk achter de neus in principe. Er is een Nature-artikel hierover, die heet COVID and the Brain, Researchers Zero In on How Damage Occurs.
Het is een vrij, dat artikel laat de laatste studies zien. Bijvoorbeeld in Engeland hebben we comparative MRI analysis gedaan. Dan neem je mensen die waarvan we al MRI's hadden voordat de pandemie begon, die vervolgens COVID hebben gehad. En vervolgens roepen ze die mensen om nog een MRI te doen. En dan gaan ze de MRI's vergelijken. En daarin is vaak genoeg aangetoond dat er een reductie is in grijze massa in bepaalde regio's in het brein. Dus ja, het is vrij verontrustend. Maar kijk, een jong persoon zal gewoon genezen. Maar we weten niet zo goed wat de lange termijn effecten daarvan zijn. En ja, dat is gewoon vrij eng. En dat is in principe met alle onbekende ziektes zo. Even over, stel ik heb 2 weken lang geen smaak- en reukvermogen gehad door COVID. Als jongere, tuurlijk, dat herstelt zich. Ik ben 24. Maar is het zeker dat ik daardoor lange termijn schade ga ondervinden? Ja, kijk, die lange termijn schade is er sowieso. Kijk, als jongeren, de recovery rate is ook vrij verschillend. Hè? Sommige mensen ervaren het een week, andere mensen ervaren het een maand. In anderen is het nog steeds niet gerecoverd, weet je. Die moeten dan trainingen ondergaan en weet ik veel wat allemaal. Maar als, zeg maar, when the damage occurs, dan wanneer dat gerepareerd wordt, is het niet dat het als van ouds is, weet je. Die cellulaire schade die blijft bestaan. En elke vorm van cellulaire op het lichaam schaaft dagen, weken, maanden af van het leven. Dus voor mij is het een risico die ik liever niet wil nemen, weet je. Want ik begrijp niet zo goed waarom mensen zo graag onbekend virus waar we letterlijk niks over weten qua lange termijn effecten, zoals onschuldig zien als het ware. We hebben van heel veel vorige pandemieën gezien dat het lange termijn schade veroorzaakt. Weet je? Wie dan? Wat? Nou, overlevers van vorige pandemieën, zelfs baby's van zwangere moeders die eindigen met een veel erger ziektebeeld. Door welke virus hebben ze dat? Van 1918 Spanish flu, van SARS, van MERS. Oké, dus eigenlijk bestaat er een kans dat nu de hele wereld, een hele generatie, lange termijn schade gaat ondervinden. Ja, natuurlijk. Die dingen kom je pas veel later achter. En men heeft soort van dit hele idee van, oh, wat zijn de lange termijn effecten van het vaccin, weet je? Het vaccin dat een klein deel van het virus bevat. Ja. En van de ziekte heeft niemand dat. Weet je, het is een compleet nieuwe ziekte die compleet nieuw van soort op van andere soort op de mensen is overgesprongen. We hebben nul idee wat de lange termijn effecten zijn. Maakt niemand zich zorgen over, terwijl de medische wereld enorm bang is. Weet je, we hebben geen idee wat ons te wachten staat. En zoals ik al zei, we hebben bij zwangere moeders ten tijde van de 1918 Spanish flu pandemic hebben gezien dat de kinderen van zwangere moeders die de ziekte overleefden hebben in veel slechtere socio-economic places terechtgekomen, veel eerder doodgaan, veel vaker met ziektes in aanraking komen, dat soort dingen. Oké, maar je kan toch ook van het vaccin smaak- en reukverlies krijgen? Dus dan heb je dan ook jezelf schade aangedaan of zo? Nee, voor zover ik weet zijn er geen cases waarbij je smaak- en reukverlies van het vaccin krijgt. Ik weet niet, ik dacht het wel, maar... Ja, er is een handvol in de literatuur, en dan heb ik het echt over 10, 15, waarin dan mensen proberen achter te komen of het door het vaccin komt of dat men kort na het vaccin besmet is door het virus, weet je. Maar als het een groter aantal was, als het echt door het vaccin kwam, dan zou je wel een veel groter aantal zien op zoveel miljard vaccins die we vandaag de dag al hebben gezet, zeg maar. Ik vind het verder ook vrij ontrustend dat we momenteel hebben we 2,5 miljoen coronacases gehad met 19.000 doden. Waar niemand zich over zorgen maakt, weet je. Corona is maar een klein virusje, dat is onschuldig en weet ik veel wat. Maar het vaccin, waar we hebben 13 miljoen mensen gevaccineerd. En er zijn 550 doden geregistreerd. En op de een of andere manier maakt niemand zich zorgen om het virus en iedereen zich zorgen om het vaccin. En ik vind dat gewoon echt een geschifte gedachte. Oké, en denk jij dat 2 vaccinaties genoeg zijn om iedereen van deze schade te beschermen? Twee vaccins klinkt veel, maar heel veel van de vaccins, heel veel van de ziektes waar jij voor bent geïmmuniseerd, dat waren 3 vaccins. Difterie is 3 vaccins, tetanus is 3 vaccins, pertussis, dat is kinkhoest, dat is 3 vaccins, polio is 3 vaccins, hepatitis B is 3 vaccins.
Mazelen, bof, rode hond. Dat is 2 vaccins volgens mij. Pneumokokken is 3 vaccins. Word je zo vaak gevaccineerd? Ja. By the time dat je 9 bent, ben je al voor 11 ziektes of zo gevaccineerd. Ik kan me dat echt niet herinneren hoor. Ja, het gebeurde allemaal voordat je het kon herinneren. Je wordt met 3 maanden gevaccineerd, met 5 maanden, met 11 maanden, met 14 maanden, met 4 jaar, met 9 jaar. En dan heb je op 14 jaar heb je nog het HPV-vaccin. En veel van deze vaccins zijn gecombineerd. Hè? Dan in meerdere zin, je hebt het BMR-vaccin, bof, mazelen, rode hond. Je hebt het DKTP-vaccin, difterie, kinkhoes, polio, weet ik veel wat allemaal. Dus die worden gecombineerd omdat men het idee heeft dat meer vaccins dus schadelijker is dan minder vaccins. Dus die combineren ze dan de vaccins van meerdere ziektes in een enkele spuit. Hè? Je zou het ook in een aparte spuit kunnen doen, zou 0 verschil maken. Maar in de mensen hun hoofd klinkt dat allemaal veiliger. Dus dat doen we dan voor de mensen. Ja, maar dus 2 vaccins zijn genoeg of niet? Ja, kijk, er is op dit moment een hele misconceptie daarover. Kijk, in Israël werd ondervonden dat de oudere populatie een booster nodig had, een derde vaccinatie nodig had, want in ouderen beschermt het virus minder. Hè? En tegelijkertijd krijg je nieuwsberichten met dat de antilichaamhoeveelheid afneemt. En mensen equaten dit op de een of andere manier aan dat de gehele bescherming afneemt. Maar je hebt meerdere vormen van bescherming. Hè? Je hebt bescherming tegen infectie, bescherming tegen ziekenhuisopname, bescherming van IC-opname. En je hebt ook meerdere vormen van een immuunsysteem. Het humorale immuunsysteem, humor, het Latijnse voor vloeistof, weet je. Dat zijn de antilichamen. Antilichamen zijn eiwitten. Die razen dan door het lichaam op zoek naar hun prooi, als het ware. En net na een ziekte of na een vaccinatie, dan maak jij die antilichamen aan. En de reden dat ze in jouw bloed zitten is voor het geval er meer van die virusdeeltjes op zo'n pad komen, als het ware. Maar antilichamen zijn eiwitten. Hè? En eiwitten kunnen niet zichzelf produceren, die worden dus cellen geproduceerd. En daardoor is het vanzelfsprekend dat je na een infectie of na een vaccin, dat naarmate de tijd de hoeveelheid antilichamen afnemen, dat is voor elke ziekte zo. Je hebt niet voor alle ziektes waar je immuun voor bent constant de antilichamen lopen. Nee, je hebt het cellulaire immuunsysteem, de memory B-cells, de T-cells. En dat zijn de cellen die antilichamen produceren wanneer ze een virus detecteren, als het ware. Dus de antilichaam nemen inderdaad af, zoals te verwachten valt, weet je. Maar de B-cell, T-cell immunity, daar weten we nog helemaal niks over. Want het lijkt erop dat het nog steeds dat het maar heel weinig daalt na een jaar, zeg maar. En we zien ook terug dat de overlevers, kijk, als je naar dezelfde virusfamilie kijkt, als het ware, SARS en MERS, hè, de overlevers van die ziektes, we weten al sinds day one dat de overlevers van die ziektes beschermd zijn tegen SARS-CoV-2. En SARS is al wat 17 jaar geleden of zo. Dus dat deel wordt een beetje vergeten en men equate antilichaam afname, wat te verwachten is, aan totale immuniteit afname. Ergo, vaccins werken niet op de een of andere manier. Ik bedoel, we zitten in de hoogste en steilste piek ooit en we hebben de minste doden ooit. Maar op de een of andere manier werken de vaccins niet en al is alles mislukt en klopte de belofte niet en weet ik veel wat allemaal. We hebben alleen last van een lage vaccinatiegraad. Weet je, en ik denk dat mensen dat niet meenemen. Het voelt gewoon goed om te zeggen van ja, het vaccin werkt niet. We hebben het geprobeerd, het werkt niet. Nou ja, het kan, mensen kijken natuurlijk meer naar de beperkende maatregelen. Want er worden steeds meer maatregelen genomen en mensen begrijpen dat niet. Want vorig jaar hadden we nog geen 2G en QR. En nu hebben we het allemaal wel en iedereen is gevaccineerd en een nog steeds hoge piek, weet maar, je wel. Dus. Maar hoe is iedereen gevaccineerd dan? Want dit wordt wel steeds vaker herhaald. Iedereen. Alle ouderen in ieder geval. Ja, kijk, ik kan een voorbeeld geven vanuit de mazelen. Ja? Mazelen heeft een vrij hoge vaccinatiegraad. Rond 2013 hadden we daar een dip in. Dankzij de antivax community, die inmiddels al 20 jaar bezig is. Hadden we een kleine dip in vaccinatiegraad in Urk voornamelijk, waarna de epidemie is uitgebroken met opeens honderden kinderen
in het ziekenhuis. Dus dat is om even een beeld te geven van hoe nou zo'n vaccinatiegraad luistert. En ten tweede, die 85% Tim Hofman ook herhaalde van 85% is gevaccineerd. Dat is pertinent onjuist. Het is 85% van de mensen boven de 18. En dat is een totaal andere bevolkingsgroep en hoeveelheid dan 85% van de gehele bevolking. Kijk, er wordt van een samenleving soort van verwacht dat je vertrouwt op de keuzes die experts maken, hè, in het veld. Dat je verwacht vertrouwt op wetenschappelijke autoriteit, als het ware. Dat is wat ons in het heden heeft gebracht. Hè? Maar in plaats daarvan krijg je mensen die in een soort van vorm van illusoire superioriteit denken dat ze beter in staat zijn om een risicoanalyse te maken, beter in staat zijn om onderzoek te doen, terwijl ze nog nooit in hun leven onderzoek hebben gedaan. En vervolgens heb je mensen die gretig gebruik maken van deze denkfouten om allerlei onzin voor te stuwen. Hè? Vaccinaties werken niet, maskers werken niet en weet ik veel wat allemaal. Nu zijn we eigenlijk op een punt gekomen waar iedereen alleen maar hun frustratie aan het projecteren is. En dat begrijp ik, hè. Het is fucking stressvol. Maar we zitten hier door keuzes die we zelf hebben gemaakt. Daar ligt het probleem. Als we de maatregelen niet serieus hebben genomen, als we de vaccins niet serieus hebben genomen, als we het virus niet serieus hebben genomen, dan kunnen we niet achteraf doen alsof we ons opperste best hebben gedaan en het niet heeft gewerkt en het nu maar moeten laten liggen. Alsof we ons super streng hebben gehouden aan de maatregelen en het vaccinatieadvies en weet ik veel wat allemaal. Dat is niet gebeurd. Alsof we iedereen hebben gevaccineerd en het virus is niet verdwenen. Dat is niet gebeurd. We waren gewoon lacking. Op alle aspecten. En we hebben wel laten zien dat we als volk niet samen kunnen komen om de greater good te dienen. Dat hebben we echt heel mooi bewezen. En nu zitten we gewoon op de blaren. En weet je, daar hebben mensen gewoon problemen mee. Ik begrijp het niet om hierover een soort van boos te zijn. Ja. En gewoon te zeuren. En mijn message zal waarschijnlijk ook niet appreciated worden, maar het is wel de realiteit. Ja, maar als jij zo'n hoge vaccinatiegraad wil krijgen in een land van 17 miljoen en in een wereld van zoveel miljard, ja, dat is sowieso onmogelijk. Want er zal altijd een groep zijn die dat gewoon niet wil, om de een of andere reden, gelovig of whatever. Ja. Dus wat doen we daarmee? Ja, kijk, het is niet alsof niemand zich meer laat vaccineren. Hè? In de laatste maand hebben we volgens mij 200.000 nieuwe vaccinaties gehad. Dus ja, maar dat is meer omdat bijvoorbeeld omdat je niet naar de gym kan en naar de bios en zo. Ja, maar dat is toch precies het punt. Het is toch druk uitoefenen om de ongevaccineerden, om de vaccine hesitant soort van over te halen. Want het is overduidelijk dat mensen het niet voor een ander gaan doen of voor de universal well-being van een land of de aarde eigenlijk. Dus dan probeer je ze over te halen met de gym, hè? Dingen die ze zelf een voordeel bieden, dan zijn er een stuk meer mensen die wel overstag gaan. Maar ja, wat hierin gewoon niet wordt begrepen, is dat je kunt niet leven met een pandemie. Je kunt niet leren leven met een pandemie. Het is, met welke pandemie hebben we leren leven? Noem één pandemie uit de historie waar we mee hebben leren leven, door het gewoon zijn vrije gang te laten gaan. Nee, natuurlijk niet. Je leert leven met een pandemie doordat hij endemisch wordt. En hij wordt endemisch naarmate een groot genoeg hoeveelheid van de populatie bescherming heeft opgebouwd. En dat doe je het beste met vaccins. Dat weten we sinds day one. En als mensen, als niet genoeg mensen dat vrijwillig doen, dan gaan we de druk opvoeren. Heel vaak hoor ik dat mensen als voorbeeld Engeland erbij slepen. Omdat Engeland meer besmettingen heeft dan Nederland, maar veel minder maatregelen. Ja, kijk, daar zeggen ze gewoon van. Ja, kijk, het gaat veel minder om besmettingen dan om mensen die in het ziekenhuis belanden of op de IC belanden. En kijk, elk land heeft een soort van buffer van hoeveel je aan kan. Hè? En als je vrij snel, door projecties vrij snel duidelijk wordt dat je tegen de upper limit aanloopt, dan ga je strengere maatregelen voeren. Dus dat is wat er aan de hand is. Maar bijvoorbeeld Tim Hofman zei in zijn post inderdaad ook van, moeten we er niet gewoon mee leren leven, zoals dat we ook kanker hebben en weet ik veel wat. Ja, en dat deel mist hij dus. Kijk, kanker, hart- en vaatziekten en weet ik veel wat, dat zijn stabiele hoeveelheden
gedurende het hele jaar. Het zijn geen plotselinge pieken die een enorme plotselinge pressure op je medical infrastructure zetten. Dus je, zodra een ziekte endemisch wordt, dat is het levensloop van zo'n virus, hè, dat dan net van soort is overgesprongen en dan zijn weg probeert te vinden in een nieuwe host. Dat begint altijd vrij extreem. En na een tijdje nadat iedereen je immunity heeft opgebouwd, dan wordt het endemisch. En dan zullen de hoeveelheid zieken en IC-opnames ook vrij stabieler zijn, hè? En dan is het niet echt een last meer op het ziekenhuis. Dus ja, ik weet niet precies wat zijn plan is. Precies. Gewoon helemaal niks doen en vervolgens kijken hoe dat gaat zonder enige vorm van oplossing. Maar onze enige oplossing is vaccinatiegraad langzaam opschroeven eigenlijk. Ik zie niet echt een andere oplossing. Maar de vaccin beschermt toch tegen IC-opname? Waarom zijn die IC's dan vol? Ja, kijk, op dit moment is 4 op de 5 mensen op de IC is niet gevaccineerd. Hè? En dat is echt, for lack of a better word, fucking lijp. Omdat 4 op de 5 mensen, dat is 80%. En die mensen behoren maar tot 15% van de volwassenen. Hè? Die 15% van de volwassenen, die beslaan 80% van de IC. RIVM heeft net cijfers vrijgegeven dat ongevaccineerde een 17 keer grotere kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen en een 33 keer grotere kans op de IC. Mm-hmm. Hè, dat is met de huidige status van de ziekenhuizen, zien we dat terug. Dus het is vrij logisch dat als jij die 15% wegwerkt, je 80% IC-druk wegwerkt. Ik begrijp niet hoe er een makkelijkere manier moet zijn om die IC-druk weg te werken. Tegelijkertijd heb je te maken met dat de ongevaccineerden op de IC 20 jaar jonger zijn dan de gevaccineerden. Ja, dus je risicogroep, de risicoleeftijd gaat met 20 jaar omlaag. Dat is fucking gigantisch. Maar op de een of andere manier doet dit niemand niks, weet je. Dit soort nieuws komt niet naar buiten. Maar als je een land hebt waar dan 95% is gevaccineerd en dan overduidelijk de meeste mensen op de IC gevaccineerden zullen zijn, dan komt dat wel naar buiten van, oh kijk, ze zitten dus op de IC door vaccins. Ja. Ja. Dus eigenlijk ligt de oplossing nog steeds in gewoon mensen vaccineren. Ja, maar natuurlijk. Ja, dat was het toch vanaf het begin. Maar mensen verwachten een soort van magic bullet, een wondermedicijn. Kijk, vanaf het begin van deze pandemie hebben mensen een soort van een Hollywood-verwachting van de ziekte. Weet je, ze denken van, oh ja, er vallen geen mensen om me heen dood. Dus het zal wel meevallen, want je hebt geen idee van hoe het er in de ziekenhuizen aan toe gaat. En tegelijkertijd denken ze van, ja, als het vaccin komt en iedereen is gevaccineerd, dan verdwijnt de ziekte opeens als sneeuw voor de zon. Maar ja, okay, dat is toch niet hoe het werkt. Maar hoe gaan we die graad ophogen? Dan moeten toch kinderen ook gevaccineerd worden, bijvoorbeeld? Ja, en dat gaan we ook doen. Maar dat doen we toch bij andere ziektes ook. Ik bedoel, dat is toch hoe we al die ziektes de wereld uit hebben geholpen. De reden dat jij en ik totaal geen beeld hebben van rode hond of mazelen of pof of kinkhoest of polio, komt toch omdat we gezonde kinderen hebben gevaccineerd. Voor iets waar ze eigenlijk een hele kleine kans op hadden. Maar we hebben die kans toch verder verkleind. Voor iedereen, voor de hele wereld. Door iedereen te vaccineren. Want dat is hoe het werkt. Dat is hoe immuniseren werkt. En ja, ik weet het niet. Mensen doen alsof het iets heel ergs is of zo. En die laten zich heel erg meeslepen door allerlei evil parties. En ik zie de toekomst niet echt positief in door dit. Want kijk, je hebt nu meer vaccine hesitant people gehad. Hè? Die ratio van de bevolking is gegroeid. En ik denk dat de mensen die hem absoluut niet gaan halen, vervolgens wanneer ze ouders worden, hè, en het Rijksvaccinatieprogramma klopt aan, je moet je kind vaccineren voor al deze ziektes, dan gaan ze dat vervolgens ook niet doen. Ik denk dat het vrij veel twijfels heeft gebracht in deze hele industrie. En dat is het gekke, want men is heel hypocriet in hoe ze hierover nadenken. Hè. Het is altijd van, oh ja, Big Pharma, en het gaat ze alleen maar om medicijnen, hè. Behandel de symptomen, niet de oorzaak. Dat is altijd een groot kritiek. En dan heb je een heel arsenaal aan dingen die ziektes voorkomen. Hè? We hebben letterlijk het HPV-vaccin, human papilloma-vaccin. Beschermt letterlijk tegen kanker, baarmoederhalskanker, vaginakanker of kutkanker. Klinkt ook altijd lekker, bekt lekker. Maar allemaal verschillende soorten van kanker. En wie neemt hem? Helemaal niemand.
Weet je, ik ben echt ervan overtuigd dat dan de bron van dit probleem gewoon de angst voor naalden de ligt, weet je. Kijk, het is heel vreemd om tegen mij, als ik zeg van, oh ja, ik neem elk jaar het griepvaccin, is van, oh ja, wat gek, hij neemt elk jaar het griepvaccin. Maar als ik een capsule zou nemen elk jaar, in plaats van een prik, dan zou het opeens niet meer zo gek zijn. Hè? Dan zou het opeens niet meer zo gek zijn. En precies die soort van oerangst voor prikken, wat voor goeds kan het doorboren van de arm van mijn kind met een metalen naald en een pomp iets doen, daar wordt gebruik van gemaakt door de antivaccinatielobby. En, waarom bestaat zo'n lobby? Wat is hun baat erbij? Oh ja, die zijn er al 15 jaar, 20 jaar, ja, al een hele lange tijd actief. Ik ben ook al een tijdje actief met het debunken van dit. Maar het begon eigenlijk allemaal met Andrew Wakefield. En dat maar wat is hun voordeel door dat te verspreiden, zeg maar? Krijgen ze er geld voor of zo? Ja, kijk, ik geloof best dat er governments zijn die troll farms betalen om misinformatie. Ik bedoel, er zijn zat studies die laten zien dat COVID misinformation voornamelijk wordt gedeeld door bots of verspreid door bots. En ja, onze historie leert ook dat we niet vies zijn van zulke dingen. Operation Infection bijvoorbeeld, een hele bekende, dat was een propagandacampagne van de KGB, waarin men een Engelse krant in India gebruikte om een artikel te publishen, waarin twee Duitse wetenschappers claimden dat het HIV-virus in een lab was geproduceerd. En dit verspreidde zich vervolgens over de hele wereld. En tot op de dag van vandaag geloofde een heel groot deel van de Amerikaanse bevolking nog steeds dat het in een lab is gecreëerd. Maar dat is maar een enkel deel, weet je. Verder heb je nog een deel van mensen die het daadwerkelijk geloven en verspreiden. En die mensen kwamen voornamelijk uit de wellness-industrie. Hè? Die hadden dan een paar tactiekjes. Je begint een soort van skepsis tegen instituties te aanmoedigen. Vervolgens profileer je jezelf als waarheidszoeker. Vervolgens ga je wetenschappelijke studies buiten context plaatsen. En dan bouw je een community op en dan, dan heb je een boek te verkopen of donaties of supplementen of weet ik veel wat. En dit was vroeger dan een soort van links hoogopgeleide moeder probleem. Hey, in Amerika zijn het die soccer moms die dit dan vooral verspreiden, maar nu is het toch wat meer verspreid in het soort van generale publiek. Ja, het zijn hoogopgeleide moeders. Hoe verklaar je dat? Ja, hoogopgeleide zijn eigenlijk ook vrij kwetsbaar voor het Dunning-Kruger-effect. Kijk, het wat-effect? Het Dunning-Kruger-effect. Wat is dat? Dunning-Kruger. Dit zijn twee psychologen die dit effect hebben waargenomen en het vervolgens benoemd. En dat houdt in dat hoe minder je weet over een onderwerp, des te groter je kennis erin schat, als het ware. Hoe meer je weet over een onderwerp, des te meer je beseft dat je er helemaal niks over weet. Dus als je net VWO hebt afgerond, biologie, VWO, je hebt net je biologie-examens gedaan. En als je iemand dan vraagt van hoe goed ben jij in biologie, zal die waarschijnlijk een 8 of een 9 geven als hij een hoge score heeft gehad. Hè? Maar als je hetzelfde vraagt aan een biologie-PhD-student, dan zou die waarschijnlijk 6 zeggen, omdat die zich veel meer bewust is van de dingen die hij niet weet. En dit zien we terug bij de laagopgeleide en bij de hoogopgeleide. Dus als je niet in dat veld zit, dan denk je bij jezelf van, oh, Ik heb gewoon een master in boekhoudkunde, of in het geval van Baudet, ik heb een PhD. Hè? En dan ga je er automatisch vanuit dat je op de een of andere manier magisch de kennis bezit om dezelfde soort van cognitieve capaciteit te hebben voor alle andere velden waar je niks over weet. En dan ga je je eigen kennen en kunnen veel hoger inschatten, waardoor je te veel vertrouwt op jezelf. Hè? Om Richard Feynman even te quoten, the first principle is to not fool yourself as you are the easiest to be fooled. Hè? Dus het is heel makkelijk om te vallen voor al deze denkfouten wanneer je je eigen onderzoek gaat doen. En daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Mensen vertrouwen veel op zichzelf. Die doen dan zelf onderzoek. Hè? Die noemen het onderzoek, maar het is eigenlijk helemaal geen onderzoek. En vervolgens vallen ze voor hele simpele denkfouten vanwege een gebrek aan een soort van basiskennis over het onderwerp. Weet je, mensen die pas sinds de pandemie van PCR hebben gehoord, weten nu opeens veel meer over PCR dan alle mensen die in het lab werken en die al honderden, duizenden, tienduizenden PCR's in hun leven hebben uitgevoerd. Weet je? Mensen die niks over virussen en vaccins weten, die het nu veel beter claimen te weten over veel beter claimen te weten dan de mensen die
wiens werk dit letterlijk is. Ja, je hebt toch ook die meme van die IQ-grafiek. En dus het gemiddelde IQ, dat die zegt, daar zie je dan een mannetje die zegt vaccineer gewoon en hou je bek. Dan heb je zeg maar laag IQ en dan staat er, ja, ze gaan 5G in je spuiten. En bij hoog IQ zie je eigenlijk zo'n mannetje die zegt, it doesn't add up. Ja, ja, ja. Dus, dat is pure Dunning-Kruger effect weer. Kijk, als je filtert op soort van expertise of specialiteit, like als je in de biomedische wetenschappen werkt, dan weet ik veel wat, dan zie je dat het vrij snel shift. Hè? Dan is iedereen voor vaccinaties en weet ik veel wat. Maar wanneer je naar mensen kijkt die dan, weet ik veel, master in boekhoudkunde of marketing of weet ik veel wat hebben, dan zie je dat minder. Maar ja, mensen zijn helemaal hersenspoeld daarin. Hè? Mensen zijn hartstikke bang voor een superveilig vaccin. We hebben letterlijk een van de best werkende en veiligste vaccins ooit gecreëerd. Maar voor de mensen is het opeens het slechts werkende vaccin en het gevaarlijkste vaccin ooit. Omdat het is nieuw voor ze. Ze hebben al die achtergronddata niet en ze vallen voor al deze dingen. En tegelijkertijd een ziekte die dan duizenden keren dodelijker is, dat zien ze als, ja, oh ja, het is helemaal niet gevaarlijk. Terwijl één persoon heeft geleid tot 250 miljoen besmettingen en 5 miljoen doden, weet je. Dus het is, ik weet het niet, op de een of andere manier. Maar wie is die ene persoon die we moesten vangen? Ja, dat weten we niet. Maar dat verhaal patient, is dus... Patient X. Maar hij heeft dus een vleermuis gegeten. Dat is het verhaal dat rondging inderdaad. Maar die kans is vrij minimaal. Kijk, als je kookt, dan zijn de temperaturen zo hoog dat je het virus gewoon vernietigt. Dus het zal niet via die weg binnen zijn gekomen. Maar waarschijnlijk is het gewoon via de respiratory way. Hè. Zoals wij het binnenkrijgen, is het via zoonozen, via een ander dier ook gewoon de eerste mensen. Maar hoe is dit virus ontstaan? Want het bestond eerst door zoonozen. Waarschijnlijk... van vleermuizen. Vleermuizen zijn hele grote reserves voor coronavirussen. Wetenschappers waarschuwen al tientallen jaren voor uitbraken van coronavirussen door vleermuizen. Komt ook omdat ze zo'n grote groep zijn. Hè? Dus 20% van alle zoogdiersoorten op aarde zijn vleermuissoorten. Het is een gigantische groep. Dus het in één van die vleermuizen ontstaat dan in een van de virussen die deze coronavirussen deze produceert, een mutatie die het mogelijk maakt om mensen te besmetten. En vervolgens springt die over op soort. En dat is hoe de meeste pandemieën beginnen. Terwijl die virus vervolgens zijn host probeert te leren kennen, hè, zijn nieuwe host probeert te leren kennen, dan zul je zien dat deze vrij snel veranderingen zal maken om binnen dat organisme te passen. Hè? Want het is niet in het voordeel van een virus om zijn host te vermoorden. Hij wil het liefst zo lang mogelijk zichzelf blijven verspreiden en vervolgens doorgaan naar de volgende host. En als mensen te ziek worden, dus gelijk in de ziekenhuis belanden of gelijk doodgaan, dan gaat dat wat moeilijker. Dus dat is niet in de beste interesse van een virus. Maar ja, dat is één manier. Een andere mogelijkheid is dat het gelekt is uit een lab. Dat kan ook. Wat veel mensen ook altijd denken met elke ziekte is dat het gecreëerd is in het lab. En dat checken we door een soort van comparative genomic analysis te doen. Dus wat je kijkt naar de coronavirussen waarvan wij de genetische code al hebben, hè, wanneer we die hebben gevonden, waar we die hebben gevonden, dan kijk je naar degene die het dichtst bij in de buurt komt van het huidige SARS-CoV-2-virus. En dan kijk je naar de genetische diversiteit tussen de twee. En laten we zeggen dat er een 2% genome change is. En vervolgens kijk je naar de mutatiesnelheid en dan kijk je of het mogelijk is om in die tijdspannen die mutaties te krijgen. En dat was in dit geval mogelijk. Dus het is hoogstwaarschijnlijk niet in een lab gecreëerd. Oké. En wat heel vaak als een soort taboe wordt ervaren in de media, is dat de IC's vooral vol zitten met moslims, allochtonen, mm-hmm. en strenge christenen, dus eigenlijk basically gelovigen. Ja. En over die christenen, daar schrijft iedereen over, want dat is lekker makkelijk, het zijn christenen, maar over die moslims durft niet echt iemand te schrijven. Dus eigenlijk zeg je dat moslims vooral de pineut gaan zijn doordat ze antivaxer zijn. Ja. Kijk, niet alleen moslims of gelovigen, maar ook alle andere minority groups. Die hebben over het algemeen een grotere distrust against the government. En daar hebben ze
allemaal veel redenen voor. Meestal wel legitiem. En ze weten ook dat de government niet hun op de eerste plaats zet, weet je, in de vergelijking met een allochtoon. Toeslagenaffaire. Ja, onder andere. Maar je hebt ook dingen uit de geschiedenis. In Amerika heb je bijvoorbeeld human experiments op African Americans gehad met syphilis. En dat soort dingen gebeuren gewoon. En dat soort dingen zijn gewoon gebeurd. Dus dat blijft wel in de gedachten van... human experiments? Ja. Dus wat is er gebeurd dan? Ja, in Amerika werd in de jaren 30 werden 400 African Americans besmet met syphilis, zonder dat ze het zelf wisten. Wanneer? Tussen 1932 en 1972. Dus dat is vrij lang doorgegaan. En het was een studie om te kijken hoe die mensen, hoe die ziekte zou progressen. 100 van die mensen zijn vervolgens doodgegaan. En aan het einde van de studie was de ziekte al te genezen, zeg maar. Dus die dingen zijn wel dus gebeurd. Vanuit historische context kunnen we begrijpen waarom deze groepen de overheid niet vertrouwen. Ja. Kijk, het gaat niet alleen om human experiments, maar het is meer een global picture van distrust. Omdat je gewoon, je bent een soort van tweederangs burger. Weet je, dat is hoe je zelf ziet, dat is hoe anderen jou zien. Dus dat is ook hoe je de governments... Maar dus eigenlijk wordt onze groep, de allochtone groep, die krijgt allerlei, omdat zij vooral de antivaxxers zijn en waarschijnlijk ook gewoon niet overtuigd gaan raken, die gaan hele grote problemen krijgen. Of valt het wel mee? Stel je voor dat je een vaccinatiegraad zou hebben, een daadwerkelijk vaccinatiegraad, iedereen, van 80%. Als die 20% vervolgens gespreid is over het land, dan maakt dat niet zozeer uit. Maar wanneer de vaccine hesitant, zeg maar, concentrated zijn in certain populations, dus net zoals 2013 mazelenuitbraak, dat was voornamelijk in Urk, weet je, dan krijg je weer opeens die uitbarstingen. En ik denk dat we dat wel terug gaan zien in dat soort communities. En je hebt ook het genetische aspect. Helaas is er een studie vrijgekomen dat South Asians een grotere mate hebben van een bepaalde SNP, een single nucleotide polymorphism, een plek in je genoom, wat ervoor zorgt dat je 3 tot 4 keer... heviger reageert op SARS-CoV. Dus het virus kan ook op die manier discrimineren. Maar het is wel iets wat we moeten aanpakken, zeg maar. De politiek zit heel erg met de vraag, hoe gaan we die allochtonen zo ver krijgen? Wat is jouw oplossing? Ja, moeten ze het in de moskeeën verkondigen? Of? Ja, onder andere. Ik denk dat het vanuit de community zelf moet komen, dat het echt belangrijk is. Dus dat dokters, huisartsen, iedereen die dit veld als zijn specialiteit heeft, hè, en tot die populatiegroep behoort, dan zijn eigen community als het ware educate. Hè? Als een soort van scientific communication device fungeert als voor zijn community. Want dat is dat deel dat heel erg mist. Hè? Mensen houden niet heel erg veel van dat de autoriteit iets zegt. Ze houden veel meer van een gezicht. Ja, bijvoorbeeld, ik las het laatst in de krant. De arts die Utrecht staat op het stationsplein vlakbij een vaccinatiepost en vervolgens mensen aanspreekt in zijn witte jas en zegt van kijk, vanwege coronapatiënten in het ziekenhuis kan ik niet opereren. En dat werkt wel gewoon. Ja, er wordt wel moeite gedaan. Ik zie wel van die folders buiten met straattaal van weet je, ga je vaccineren of zo. Ik weet niet meer wat er stond. Maar zie jij geen rol voor jezelf hierin weggelegd? Want jij hebt een Turkse achtergrond en stel dat de overheid jou zou inschakelen om op scholen langs te gaan. Zou je dat willen? Ja, kijk, ik ben wel goed in science communication en science education. Iedereen heeft tijdens deze pandemie kon wel bij mij terecht. Maar ik weet niet zo goed of ik dan de soort van Turkse expert moet zijn of zo. Ik heb wel altijd soort van nagedacht om educational video's. Je kan er je werk van maken. Ja, maar ik wil het wel wat meer independent doen, weet je. Ik heb wel altijd nagedacht aan een podcast of educational video's maken. In fact, ik heb er tientallen gemaakt en vervolgens nooit uitgegeven, omdat ik heel erg zelfkritisch ben. Maar ik denk dat je meer nodig hebt dan alleen zo COVID-dingen beantwoorden, vragen beantwoorden, weet ik veel. Want die vragen blijven maar komen. Kijk, ik merk het zelf ook. Je wordt zo erg bestookt met onzin.
als je alles maar gaat proberen te debunken, dan kom je gewoon niet ver. Je hebt een soort van een algehele... Ja, maar het... Ja, je hebt gewoon iets nodig dat mensen leert om die, ja, die skills, die kritisch denken skills zelf op te bouwen, in plaats van te denken dat je ze al hebt. Kijk, ik heb dat met mijn vrienden ook. Hè. Dan komen ze naar mij, hebben ze gewoon vrije toegang tot mij, kunnen ze alle vragen stellen. En dan beantwoord ik het, al die conspiracy theories, komen ze naar het rationele weer terug. En dan ga ik op vakantie, spreken ze me een tijdje niet. En dan zitten ze weer gewoon fucking snel terug in die hele conspiracy camp, weet je. Dus dat merk ik wel echt op. Want het is nu echt helemaal van, oh, doe je eigen onderzoek en vertrouw op wat je gevoel zegt en weet ik veel wat. Maar that's the whole fucking trap, weet je. Kijk, ten eerste, als jij, want ze noemen het, weet je, die gemiddelde persoon dan, die dan de wetenschap en de regering blind gelooft en weet ik veel wat. Het is geen blind geloof. Je gelooft op wetenschappelijke autoriteit. Ja. Je gelooft op letterlijk het systeem dat in de laatste 100 jaar life expectancy van 45 naar 85 heeft gebracht. Die het mogelijk heeft gemaakt dat wij nu deze conversation hebben en dat duizenden mensen dit gaan kunnen luisteren. Weet je? Het feit dat wij in een van de succesvolste, rijkste en gelukkigste landen van de hele wereld leven. Weet je? Ik vind dat niet echt blind vertrouwen. Ik vind dat vertrouwen op een best wel robuust systeem. En dat is men verloren. Men gaat dan zelf onderzoek doen en dan worden ze met zoveel onzin bestookt dat ze niet meer weten wat ze moeten geloven. En volgens kan je wel een paar dingen debunken, maar omdat het gevoel wel zit van, oh, er moet wel iets mis zijn, anders zou er niet zoveel onzin gepraat worden. Dus ja, ik vind het wel een heel belangrijk doel. En ja, misschien ben je inderdaad, zit je niet echt te springen om het te doen, maar... Nee, ik zou het wel willen doen, maar dan... Ja, als je gewoon wat meer online of zo. Als je ervoor open staat, ik heb contact met de burgemeester, Femke Halsema. Dus ik kan wel haar deze podcast sturen en zeggen van, kijk, als je op scholen nodig hebt of zo. Ja, kijk, ik denk dat de regering er zo weinig mogelijk mee te maken moet hebben. Er is nou eenmaal een inherente distrust against the government, against authority gekweekt. Dat was het hele doel, hè? Dat is hoe je die chaos zaait. Ik bedoel, als je kijkt naar Facebook, RIVM-posts op Facebook en hoe daarop wordt gereageerd. Los van dat Facebook sowieso een heel fucking riool is. Twitter is ook riool. Ja, precies. Weet je, zie alleen maar lachpoppetjes en wie denk je dat jullie voor de gek houden? Niemand gelooft dit toch meer en weet ik veel wat allemaal. Als je daar zou leven, zou je ook denken dat 80% van Nederland zich niet heeft gevaccineerd. Maar ja, er zat mensen die tijdens de hele lockdown alleen maar op het internet hebben geleefd en in die realiteit leven. Maar, maar goed, we zien wel dat elke vorm van autoriteit automatisch gedistrust wordt. Dus ik geloof niet dat het... Kijk, je kan elke vraag die mensen die twijfelen hebben, kun je gewoon beantwoorden als je naar de officiële bronnen zou kijken, RIVM of whatever. En als je de rest zou negeren, dan is de keuze vrij duidelijk. Maar het is de rest, weet je. Mensen die er geen verstand van hebben en die allemaal onzin spuwen, die jou daaraan doen laten twijfelen. Maar jij hebt helemaal geen reden om daaraan te twijfelen, weet je. Dus ik bedoel, de reden dat 95% van de dokters gevaccineerd zijn, is niet omdat ze, weet je, houden van risico en adrenaline-junkies zijn of zo, weet je. Dus ik denk echt dat het vanuit de wetenschappelijke community zelf moet komen en de mensen die daar werkzaam zijn, en dat ze het moeten doen uit vrijwilligheid in plaats van dat mensen betaald worden of weet ik veel wat. Ja, maar daar bereik je de allochtonen met een hoofddoek niet mee. En dat is de groep die zich niet laat vaccineren. Nee, maar daarom moeten de allochtonen uit die groepen, de wetenschappelijke community, hè, die moeten een soort van vertaalrol spelen. Ja, jij bent allochtoon. Ja, maar waarom moet ik het weer gaan doen, weet je? Omdat er geen andere Umer is. Nee, er zijn er geen. Ja, maar er is geen andere Umer die verstand heeft van vaccinaties. Ja, maar ja, kijk, ik heb gewoon... Kijk, ik haat academia, ik haat grote farmaceutische bedrijven. Ik werk gewoon als freelancer voor kleinere projecten en... weet je, ik heb gewoon veel vrije tijd. En daardoor kan ik die rol een beetje in mijn vrije tijd vervullen. Maar, waarom haat je farmaceutische bedrijven? Ik snap het niet. Ja, je zou eigenlijk een hele episode kunnen dedicaten aan dat onderwerp. Maar eigenlijk voornamelijk omdat het een soort van profit-driven industries zijn. En je meer onder leiding staat van business people instead of like science people. En de ideeën waaraan gewerkt worden, de problemen die opgelost worden, een soort van een market value moeten hebben. En ideeën waarvan de market value niet direct zichtbaar is, maar die ook wel interessant zijn, die worden niet echt meegenomen, waardoor je vrij gelimiteerd bent in de richtingen waar je op kan gaan, weet je. Alles moet volgens een bepaalde businessplan gaan.
En ik ben altijd meer een soort van polymaat geweest. Dus een veel bredere interesse. Dus ik ben niet echt iemand die jarenlang aan hetzelfde probleem kan werken, zeg maar. Maar wie gaat het dan doen? Mensen moeten overtuigd worden. Ja, ik weet het niet. Maar het is wel een probleem waar nu al een soort van geïnvesteerd voor moet worden. Om dat science communication deel een beetje op te bouwen, weet je. Om daar rollen voor in te creëren. Ik denk dat dat wat verloren is gegaan. En dat daar wel aandacht aan geschonken moet worden om die gap tussen science en de public, zeg maar, wat beter op te vullen. Oké, maar we hebben nu een groot probleem. Er is gewoon een groep die koste wat het kost, zelfs met deze strenge maatregelen, dat je overal QR moet hebben, alles, die willen gewoon niet zich laten vaccineren. Een grote groep daarvan is allochtoon. Jij zegt ook, de eigen groep moet het doen, moskee moet het doen, maar het gebeurt niet. Dus, ja. En je zegt ook, je zei, de overheid moet zich hier niet mee bemoeien. Maar dan hebben we echt een groot probleem, want iemand moet het doen. Kijk, het is vrij belangrijk dat de mensen die dat doen, de taal van die groep spreken. En taal bedoel ik niet linguistisch, maar echt de taal, weet je. Om de soort van dat wereldje kennen. Kijk, ik zeg altijd, ik ben 50% straat, 50% lab, weet je. Ik ben opgegroeid, jonks op de hoek van de straat, maar ook in het lab. Dus ik ken beide werelden, dus daardoor fungeer ik als een zeg maar translating organ tussen die twee. En dat heb je ook nodig in al die velden. En ja, dat ik denk niet dat het heel moeilijk is, maar tegelijkertijd denk ik wel dat er heel veel tijd en aandacht ingestoken moet worden. Weet je, ik kan niet daar echt een plan voor opzetten, maar ik weet wel dat die dingen de laatste jaren een beetje aan het verdwijnen zijn van social media, de tv en weet ik veel wat allemaal. En daar wel weer aandacht aan geschonken moet worden. Maar het is niet echt een probleem dat ik in mijn eentje ga oplossen of zo, weet je. Nee, niet in je eentje, maar ik ben het niet eens met dat de overheid hier niks mee te maken heeft. Kijk, de overheid doet die strenge maatregelen invoeren, waardoor mensen die zich niet laten vaccineren nog bozer worden, want ze kunnen niet meer naar de gym, ze kunnen niet meer naar een restaurant, bla bla. Dus alle kwaadheid wordt juist naar de overheid toegericht. En als de overheid dan ook niet zijn best gaat doen om die mensen te overtuigen, goedschiks. Ja, maar denk je niet dat diezelfde kwaadheid juist ervoor zorgt dat mensen niet willen luisteren? Ja, maar op de een of andere manier heb je toch die mensen over te halen. Anders hebben we met z'n allen zijn we gewoon fucked. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat het een van de grotere kwesties is die opgelost moet worden. Misschien, ik weet het niet, maar misschien wel leuk om het hier een andere keer wat inhoudelijker over te hebben. Want het is niet alleen een vaccinatieprobleem. Hetzelfde probleem speelt wel in andere onderwerpen. Ik vind dat de overheid geld moet geven aan soort van BN'ers en zo, die dan jongeren kunnen. Ja, maar wat je dan krijgt is dat als soort van suspicious wordt gezien, weet je. Omdat men wordt betaald om, dat noemen ze dan gewoon propaganda en weet ik veel wat. Want die doelgroep die je probeert te targeten, die is best wel sceptisch. Maar toch hebben we die mensen in onze gelederen, in onze samenleving. We moeten het met z'n allen doen. Dus we moeten die mensen, hoe irritant ze ook zijn, we moeten ze op de een of andere manier weten te overtuigen. Ja, 100%. En dat gaat niet lukken voor iedereen, en dat hoeft ook niet. Maar weet je, elke procent die we erbij halen, dat scheelt wel een hoop op de IC. Dus het is inderdaad vrij belangrijk. Jij neemt ook elk jaar 2 griepprikken. Waarvoor doe je dat eigenlijk? Want griep kun je toch 1 griep prikken? Ja. Ja, het is gewoon extra bescherming. Het is gewoon chill. Weet je, ik zie het als een vrij kleine handeling. Het stelt voor mij niet zoveel voor. €25 bij de huisarts. Bij de apotheek. En dan kun je hem bij de huisarts laten zetten. Of ik zet hem gewoon zelf. En, maar vind je griep iets heftigs dan? Nee, maar ik ben wel liever gewoon niet grieperig. En kijk, het vaccin zelf is niet eens zo effectief. Het is maar gemiddeld 40% of zo. Maar als het de kans dat ik dat jaar de griep krijg verkleint met 40%, vind ik het top. Weet je, het is, 30 jaar geleden werd er vreemd opgekeken als je elke dag een multivitamine nam. Weet je, nu is het de normaalste zaak van de wereld. Dus ik denk dat het meer iets met
ja, perceptie te maken heeft. Ik verklein liever mijn kans op het krijgen van de griep dat jaar. Dus het is, eigenlijk bullshit dat als je het natuurlijk overleeft, dat je immuunsysteem dan sterker is of zo? Nee, ja, sterker is een groot woord. Maar ja, kijk, na het overleven van elke virus heeft je immuunsysteem daar herkenning voor. Maar als ik dat jaar de griep zou krijgen, dan is de kans heel klein dat ik dat jaar opnieuw dezelfde strain van de flu virus zou krijgen. Maar dan heb ik wel griep gehad, wat ik niet heb bij het vaccin, weet je. En om dat even door te trekken naar COVID, dan denk ik dat veel mensen zich dat ook wel afvragen. Dat is ook vaak in het nieuws geweest. De ene studie zegt, natuurlijk geïnfecteerden die hebben een hogere immuniteit, anderen klimmen weer lager, anderen klimmen weer gelijk. Allemaal verschillende studies. En de reden hiervoor is voornamelijk, kijk, theoretisch is het het beste om door het virus geïnfecteerd te worden. Waarom? Want als je door het virus geïnfecteerd wordt, dan heb je het heel virus in je lichaam. En jouw immuunsysteem leert het hele virus herkennen. En met de vaccinaties voor COVID targeten we alleen het spike protein. Dat zijn de uitstekende delen op het virusoppervlakte, waarmee het bindt aan jouw receptoren, om alleen die te herkennen. Nou, dan klinkt het vaccin vele malen slechter. Alleen het probleem bij het virus is dat het niet echt, wat is het juiste woord daarvoor? Het is niet consistent. Mensen maken helemaal geen antibodies aan. Bijvoorbeeld 50% van de kinderen maakt nooit antibodies aan nadat ze het krijgen. Weet je? En bij sommige mensen kan de antibody duur heel kort zijn, bij andere mensen weer laag. Dus het is vrij inconsistent. En bij het vaccin is dit veel consistenter. Alleen dat heb je dus. Het ene is heel specifiek, één eiwit, super consistent. Het andere is wat breder, maar wat minder consistent. En uiteindelijk, weet je welke nou beter is? Het maakt niet zozeer uit. Wat het allerbeste is, volgens alle studies, is geïnfecteerd raken plus het vaccin. Dan heb je en die brede antigen herkenning, zeg maar, plus de effectiviteit en de accuracy van zo'n vaccin om je antibodies en je B-cells en T-cells te primen, zeg maar. En er zijn vaccins in ontwikkeling die dan alle proteins targeten. En die zullen waarschijnlijk later ook op de markt komen en die zullen dan een veel betere bescherming bieden die dat van natuurlijke infectie evenaart, maar dan veel consistenter is, zeg maar. Maar ja, kijk, voor mij is het gewoon, kijk, ik begrijp de techniek en de farmacodynamica en de biochemie van al deze dingen. Ik ben bekend met de data. En voor mij is het echt hoe meer soorten, hoe beter. Ik zie er echt geen downsides van in, weet je. Het is risicovoller om in een auto te stappen dan me zorgen te maken om dit soort dingen. Dus weet je, ik heb zelfs het HPV-vaccin genomen. Dus voor mij... Hoezo neem jij het HPV-vaccin? Ja, je hebt toch geen bar? Ja, kijk, HPV-vaccin, human papilloma virus. Dat is een virus die kankers veroorzaakt. Hè. Het meest bekende is baarmoederhalskanker. Maar in vrouwen veroorzaakt het ook vulvercancer, vulvaire kanker. En vaginal cancer, dus vaginale kanker, kutkanker. Maar bij mannen zorgt dezelfde virus voor ook voor genitale wratten bij mannen en vrouwen. Maar bij mannen kan het ook zorgen voor peniskanker en anale kanker. Dus daar ben je dan voor beschermd. En ja, best wel chill om daar beschermd voor te zijn, zeg maar. Oké, ik heb het HPV-vaccin destijds niet genomen, volgens mij, als 14 jaar. Heeft het nog zin voor mij om het te nemen? Ja, tot je 26e is hij nog... effectief, biedt hij nog bescherming. Na je 26e niet meer. En dan is eigenlijk je enige mogelijkheid om dit te preventen, is om pap-smears te ondergaan. En dat is zeg maar een controle waarbij ze strijkjes nemen om te controleren. Dus liever het vaccin eigenlijk. Ik wist helemaal niet dat je kanker kreeg van seks. Ja, 10 tot 15% van alle kankers worden veroorzaakt door virussen. En HPV is een virus dat de meeste mensen tegenkomen zodra ze seksueel actief worden. En in sommige mensen veroorzaakt dat genitale wratten en in andere mensen weer kankersoorten. Ja. En het HPV-vaccin is echt super effectief om bijvoorbeeld baarmoederhalskanker te voorkomen in landen die dan een hoge, bij ons is dat 40% of zo. Maar in landen met een hogere vaccinatiegraad, de UK heeft laatst een studie uitgebracht waaruit bleek dat baarmoederhalskanker met 95% is gedaald vanwege een hoge vaccinatiegraad, weet je.
Dus het is wel zeker aan te raden. Maar er wordt dus vrij weinig voorlichting over gegeven. En op een vrij jonge leeftijd waarin je dat nog niet echt, waar je nog niet echt de implicaties beseft, zeg maar. Weet je, kijk, nu klinkt het heel raar, een vaccin tegen kanker. Natuurlijk wil je dat, maar destijds klonk het niet zo goed, denk ik. Daardoor skipten veel meisjes hem. En er zijn door de jaren ook allemaal, weet je, de antivax wereld is hierin ook actief geweest, zoals ze de laatste 100 jaar actief zijn. Dus ja, veel horrorverhalen en weet ik veel wat allemaal. Ja, maar het is toch een feit dat je bijwerkingen kan krijgen van vaccins? Ja, 100%. Er bestaat niks op aarde waar je geen bijwerkingen van kan krijgen. Ja, maar ik heb het nu opgezocht op larep.nl, bijwerkingen op Pfizer bijvoorbeeld. Dan staat er, je kan ontsteking van de hartspier krijgen. Nou, ik vind dat heel eng klinken. Ja, maar elke side effect die het vaccin heeft, die zul je ook krijgen van het virus, maar dan in veel hogere mate. En behalve dan de adjuvants, de toevoegingen waar je een allergische reactie op kan hebben. Wat bijvoorbeeld aluminium, dat wordt vaak genoemd, toch? Ja, aluminium is een hele oude. Aluminium wordt al genoemd voor alle vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat is een hele oude uit de antivaccinatiewereld. Maar die zitten niet in de mRNA-vaccins. Maar ja, als argument, ik heb het argument al 10 jaar gebruikt, dan laat je ze gewoon zien hoeveel aluminium. Kijk, aluminium is een natuurlijke stof, hè? Het zit gewoon in onze voedsel, het zit in onze lichaam. En vervolgens leer je ze dat. En vervolgens laat je ze zien hoeveel aluminium er in een vaccin zit. En laat je zien hoeveel aluminium er bijvoorbeeld in moedermelk zit. Volkomen natuurlijk. En dat het vele malen meer is dan wat in een vaccin voorkomt. Dus het is gewoon zo'n engklinkend ding, weet je, om mensen af te schrikken. Ik kan je 1000 voorbeelden daarvan geven, weet je. Dus, en om even terug te komen op die ontsteking van de hartspieren, myocarditis. De myocarditis rate, er is laatst een studie gedaan van de UK. Nee. Je kan dit zo vinden. Als je gewoon op myocarditis COVID zoekt, kun je tientallen studies vinden. Er is in de UK eentje gedaan, waarin ze kijken naar de jonge personen. Want de zorgen waren ook van jonge personen, is de kans op myocarditis groter. En die hebben juist de laagste kans van COVID-complicaties. Dus is het wel logisch om ze in te enten. UK heeft net een studie uitgebracht waarin ze kinderen van 12 tot 17 bekeken. Mm-hmm. Die COVID-19 hebben opgelopen. Per miljoen cases 450 myocarditis opgelopen. En die gevaccineerd waren, 67 cases per miljoen cases van vaccinatie. Dus het is een gigantisch verschil, weet je. En dat vergeet men. Kijk, het vaccin is een deel van het virus. Dus elke negatieve reactie die jij gaat hebben op een deel van het virus, zou jij ook hebben als je het virus kreeg. Als jij heftig hebt gereageerd op het vaccin, zolang het geen allergische reactie is op de ingrediënten, dan zou jij ook heftig reageren op het virus. En het virus zou jou vele malen harder aanpakken. Dus dat is weer die bias die in de populatie speelt. Iedereen focust op de bijwerkingen van het vaccin, die een veel kleinere chance of occurrence hebben dan het virus. En iedereen vergeet die van het virus op de een of andere manier. En hoe weet je nou of je allergisch bent voor die hulpstoffen in een vaccin? Ga je dat dan ter plekke uitvinden of zo, als je dood neervalt? Of? ja, kijk, alle hulpstoffen die je nu in de vaccins vindt, dat zijn hulpstoffen die in andere vaccins ook worden gebruikt, hè? Dus die ben je eerder tegengekomen in het Rijksvaccinatieprogramma toen je gevaccineerd werd als kind. Dus als er toen een allergische reactie optrad. En een allergische reactie valt reuze mee als het in het ziekenhuis gebeurt. Hè? Dan is dat gewoon te controleren. Dat is hetzelfde als dat jij als met je pinda-allergie per ongeluk een pinda eet. Oh ja, en by the way, mensen, de pinda-allergie komt zo'n 100 keer vaker voor dan allergie voor vaccin-ingrediënten. Maar goed. Dus dat is dan bekend in je medisch dossier, omdat je er als kind achter bent gekomen, in aanraking mee bent gekomen. Maar het kan ook zijn dat een allergie, weet je, later is ontwikkeld, dat weten we niet. En daarom hebben we dus die hele wachtperiode nadat je bent gevaccineerd. Dan blijf je even zitten, dan wacht je en dan kijkt men of je niet een shock gaat raken, hè, een anaphylactic shock, een allergische reactie krijgt. En ja. Dus als dat wel gebeurt, dan word jij gelijk geholpen. Maar het komt heel weinig voor. En zelfs terwijl het heel weinig voorkomt, nemen we toch maatregelen, hè, om iedereen te laten wachten.
om het, we nemen wat tijd in van iedereen om het beste te hebben voor de mensen die wel een allergische reactie hebben. En ik denk dat dat wel overeenkomsten heeft met hoe we omgaan in de medische wereld met kleine risico's. Maar dan is de overheid gewoon gefaald in voorlichting geven, toch? Ja, 100%. Kijk, ik wil ze wel credit geven dat ze het veel beter hebben gedaan dan heel veel andere landen. Maar omdat er toch wel een bepaalde secrecy is, hè, dat dingen niet open zijn. De gesprekken tussen de wetenschappers, het OMT, de gesprekken die gevoerd worden en weet ik veel wat allemaal, dat die niet open bekeken kunnen worden, dat creëert gewoon een soort van wantrouwen. En ja, ik ben echt niemand tegengekomen gedurende deze pandemie die niet gevallen is voor onzin, weet je? Die niet in dat vak zat, het is, zeg maar. Het is vrij duidelijk dat niemand er bestand tegen is. Want iemand als Thierry Baudet heeft gewoon een PhD. Ja, maar een PhD in een heel ander vak. Weet ja, je? Maar zelfs academici vallen ervoor. Ja, dus 100%. En kijk, daarom heb je dat hele wetenschappelijk orgaan ook gecreëerd. Weet je? Daarom werkt het ook zo goed. Omdat we niet, omdat we weten dat humans are fallible, zeg maar. Weet je? Mensen zijn faalbaar, is dat het woord. Dus we weten dat mensen vol met fouten zitten. Dus als je een grote groep van die mensen neemt en daar een soort van het gemiddelde uit onttrekt, dan kom je bij een veel beter resultaat dan als je een enkeling daaruit volgt, als het ware. En dat is ook een beetje het probleem. Oké, dus kunnen we dat tegengaan door meer goede voorlichting, mediatraining geven of zo? Ja, dat moet je helemaal opschroeven, echt massief opschroeven. En kijk, je moet in principe dezelfde soort van hoeveelheden kunnen produceren als al deze wappies, zeg maar, hebben geproduceerd gedurende de quarantaine. De hoeveelheid content die hun uitstoten. Je moet ook een content farm zijn die net zulke content deelt. Maar dan factual content deelt in de manier waarop mensen willen luisteren en horen en weet ik veel wat. Want al deze mensen willen wel, weet je, documentaires van 1,5 uur kijken op YouTube over, weet je, hoe het allemaal een complot is, maar een, weet ik veel, MIT lecture in epidemics van 1,5 uur, dat boeit ze allemaal geen reet, want het ligt buiten je bereik. Het is niet de taal die je spreekt, het is ook niet de woorden die je wilt horen, de manier waarop je wilt dat er met je wordt gecommuniceerd. Dus dat moet wel echt gefixt worden. En er zijn hele goede, kijk, Amerika heb je hele goede educational science, weet je, communicators op YouTube en weet ik veel wat. Echt hele, hele goede. Dan heb ik het niet over de crazy conspiracy theory, pseudoscience type of people, maar echt science communicators. En toch heb je daar hetzelfde probleem. Dus je gaat sowieso nooit dat hele groep bereiken, weet je. Ja, weet je wat het is? De mainstream media werkt eigenlijk ook mee aan misinformatie. Want ik keek eergisteren of zo, keek ik Jinek en daarna op één. En bij allebei de programma's had je Van Haga, die eerst bij Forum zat. Die zegt, de mortality rate is gewoon net als een zware griep. Ja. En net als influenza. Ja. En hij mag dat gewoon zeggen en niemand spreekt hem daarin tegen. Ja, je mag gewoon liegen, vrijheid van meningsuiting. Er mag gewoon gelogen worden. Maar wat is de mortality rate? Is dat een zware griep bij COVID? Nee, kijk, het is sowieso vrij moeilijk om een mortality rate te berekenen voor een nieuwe ziekte. Waarom? Want wanneer die net ontstaat, is de mortality rate enorm hoog. Hè? Mm-hmm. Niemand heeft er enige vorm van protection tegen. We hebben niet eens een manier opgesteld hoe we het moeten behandelen in het ziekenhuis. Dus dan ligt de mortality rate super hoog. En naarmate de pandemie bevordert, zal die mortality rate ook afnemen. Kijk, bij de tijd dat iedereen immuniteit heeft voor COVID, dan stelt dat helemaal niks meer voor. Dan is de mortality rate ook helemaal omlaag gegaan. Maar los van wat de mortality rate is van COVID, dat is nu, daar is geen precies getal op aan te knopen op dit moment, kunnen we wel kijken naar zijn claims. Kijk, hij noemt het een griepje. Ja? Dus het eerste wat we willen doen als we deze man willen controleren op de
waarheid, zeg maar. Is kijken hoeveel mensen er sterven aan de griep in een given year, zeg maar. En dat is gemiddeld tussen de 250.000 en 500.000 mensen per jaar, afhankelijk van hoe zwaar die griepgolf van dat jaar was, zeg maar. Dat is gewoon in de vrije wereld, hè. 250.000 tot 500.000. SARS-CoV-2, COVID, heeft tot op de dag van vandaag, hè, 5,2 miljoen confirmed deaths. We zitten er nu 1,5 jaar in. Dus laten we zeggen dat het 2,5 miljoen doden per jaar waren. Maar dit was while we had the strictest lockdown ever, weet je? Letterlijk de hele wereld lockdown. Maskers, afstand, weet ik veel wat allemaal. De gehele wereld. En 2,5 miljoen doden per jaar ongeveer. Dus dat is met de lockdown 5 keer dodelijker dan de griep. En zonder lockdown was dat vele, vele, vele malen hoger geweest. We hebben bijna geen griepgevallen gehad, hè, tijdens de lockdowns, omdat ze ook een effect hadden op de griep. Dus alleen al om de claim te maken dat het niks meer is dan een griep, terwijl je 5 keer meer doden hebt dan een zware griepgolf, terwijl de hele wereld in lockdown is en maskers draagt en weet ik veel wat allemaal, dat is geschift. Ik wil even de post van Tim Hofman erbij pakken, want die heeft heel veel likes gekregen, 50.000 likes. Open vraag, in hoeverre hebben jullie ook het idee dat we corona-wise in een impasse zitten waar we niet meer uitkomen? Mm-hmm. Denk jij ook dat we er niet meer uitkomen? Nee, ik denk dat niets erop wijst dat we er niet meer uitkomen. Ik denk dat het gewoon stress en een beetje wanhoop is. Een beetje geen duidelijke kijk op de cijfers. Maar ik denk dat het feit dat we in de hoogste golf zitten met de minste doden ooit, wel laat zien dat we de goede weg op gaan om dit soort van onder controle te krijgen, weet je? Oké. En hij zegt ook van, heel lang verhaal kort, ja, die ongevaccineerden gaan zich toch niet laten vaccineren. Horeca zegt dat ze zich niet aan regels gaan houden. Zwembadsector zegt dat ze zich niet aan regels houden, dus die maatregelen hebben allemaal geen zin. En voorheen was de vooruitblik vaccinaties, die gaan ons redden. Maar die belofte is weg, heb ik het idee. Zie het feit dat die 15% in Nederland het grootste deel is dat op de IC belandt. Dus wat doet de overheid? Steeds weer die slopende maatregelen. Maatregelen ten koste van het welzijn van jongeren, van zaken, van ondernemers. Ten koste van thuiswerkers met kinderen en iedereen die zich aangesproken voelt. En het wordt ook alleen maar steeds strenger. Kijk naar 2G en kijk naar alles wat afgelopen 1,5 jaar al voorbij kwam aan avondklokken en lockdowns. En dat alles door een overheid die zich moeilijk laat controleren, bla bla bla. Anyway, in ieder geval zijn vraag, moet je dan als overheid of samenleving niet zeggen, dit is het. Verder dan dit komen we niet. Zoals we kanker en hart- en vaatziektes hebben, hebben we nu ook corona. Dat is ernstig en daar kan je jezelf en elkaar met vaccins niet waterdicht, maar wel goed tegen beschermen. En wie dat niet wil, heeft besloten. Wie dat niet wil, die heeft besloten voor zichzelf. We bouwen gewoon nog meer noodziekenhuizen, pompen een vermogen in opleiden van nieuw zorgpersoneel, schalen de IC op, bla bla bla. Maar zoals het nu is, lijkt het gewoon niet te werken. Bla 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 bla. En ja, hij zegt laten we gewoon de situatie omarmen. Ja, ik begrijp waar die vandaan komt, maar dit is echt een hele simplistische kijk. Het is echt een enorm simplistische kijk, een hele oppervlakkige kijk. Ik bedoel, wat is het plan precies dan? Wat is het plan precies? Dat terwijl we nu de goede kant op gaan, hè, minste doden ooit, terwijl we in de hoogste golf en steilste golf ooit zitten, weet je, we lijken het eindelijk een beetje onder controle te nemen vanwege de immuniteit. En dit moeten we gewoon helemaal zijn gangetje laten gaan. En de druk op de IC die er nu is, gewoon terwijl doktoren, letterlijk dokters, overal in het land video's maken van, weet je, probeer alsjeblieft die kraan dicht te houden, want het is dweilen met de kraan open, gaan we gewoon de hele kraan open draaien. Dus ik begrijp niet precies wat het idee is. Nou, hij zegt dus laten we die medische systeem, die zorg, laten we dat opschalen, zegt hij. Ja, dat klinkt super makkelijk, maar dat is toch niet, dat gaat toch niet zo 1, 2, 3. Je moet toch IC-verpleegkundigen opleiden.
Weet je, kijk, oké, laten we zeggen fast traject, je wilt verpleegkundige opleiden. Tot die zeven verpleegkundigen ben je alsnog 2,5 jaar ben je nog steeds kwijt, weet je. Dus hoe wil je dat op de korte termijn doen dan? Dat begrijp ik niet. Laat ik het zo vragen. Vind je deze post gevaarlijk? Nee, ik begrijp volkomen waar die vandaan komt. Dit is zeg maar de volgende cognitieve ladder na ik doe niet meer mee. Weet je, het is gewoon, je hebt het gehad, het was de laatste druppel en je begrijpt het nu allemaal niet meer. Maar probeer het dan gewoon te begrijpen. Want denk je dat er een betere oplossing is waar we niet voor kiezen? Vanwege bepaalde redenen of zo? Ja, kijk, zijn claim komt erop neer van... We komen hier gewoon niet meer uit. Dus laten we het gewoon accepteren. Ja, maar dat zie ik dus niet zo. Weet je, ik denk dat het vrij duidelijk is dat de immuniteit wordt opgebouwd. Dat de IC-druk in vergelijking tot de hoeveelheid geïnfecteerden veel lager is dan in het begin van de pandemie. Hè? En dat elke procent die we erbij vaccineren ervoor zorgt dat die IC-druk vermindert. Mm-hmm. Dat is waar wat we, de korte termijn oplossing, hè? IC-druk verminderen. En wat hij zegt, van ja, gooi de kranen maar open, fuck it. Dan, kijk, het is niet dat je de ene week, weet je, 2 bedden tekort hebt op de IC en dan 5. Het is dat je de ene week 5 bedden tekort hebt en de volgende week opeens 400 bedden tekort hebt. En zodra je medical infrastructure collapsed, dan ben je fucked. En dat begrijpen mensen niet, weet je. Dan ben je seriously fucked. Zodra mensen naar het ziekenhuis komen en geen hulp kunnen krijgen, geweigerd worden aan de deur, en dat je letterlijk mensen moet laten inslapen, omdat ze critically, weet je, operation nodig hebben, maar dat kan niet. Dus dan, weet je, sedate je ze maar en dan laat je ze gewoon inslapen. Dus hoe is dat een beter alternatief? Ik begrijp niet wat zijn proposition precies is, weet je. Als hij een soort van plan heeft opgesteld of zo en die wilt presenteren, prima. Maar ik begrijp niet precies wat het plan is. Het is echt geen joke dat je hele medical system, je medical infrastructure collapsed, weet je. Ja, en het gaat ook ten koste van andere operaties, toch? Ja, het gaat ten koste van alles. Alles is gewoon bezet. Kijk, of je gaat de COVID cases negeren, of je gaat, dat kan je ook doen. Want als Tim dat graag wil, dan kunnen we ook de COVID cases negeren. Dan nemen we die, dus de makkelijkere manier om de druk op de IC weg te nemen. Door gewoon iedereen die op de IC moet vanwege COVID niet aannemen. Kunnen we ook doen hoor. Vind ik ook prima. Zodat mensen wat sneller kunnen stappen en uit kunnen gaan en kunnen borrelen en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is niet echt hoe de meeste mensen in het veld daarover denken, weet je? Ja. Ik keek gisteren op één. Daar was Talita Muse. En zij zei, het is de eerste keer in de hele geschiedenis dat een overheid op basis van medische gegevens mensen toegang tot het publieke domein gaat weigeren. Oh nee hoor. Vanwege medische gegevens. Hmm. Nou, we hebben onvrijwillige opname, hè, in de wet zorg en dwang. Dan word je vanwege je medische gegevens, vanwege psychologische redenen of weet ik veel wat, kan de regering letterlijk ervoor zorgen dat je, weet je, wordt opgenomen. Je hebt dingen als dat je openbaar dronkenschap mag niet, je mag niet dronken rijden. Dat is ook allemaal op basis van medische data. Als je een heel gevaarlijk virus hebt opgelopen, een supervirus in een ziekenhuis, dan word je ook gedwongen in quarantaine gezet, et cetera, et cetera. En quarantaines zijn super oud, weet je. Vaccinatiebewijzen zijn ook super oud. Ik bedoel, dit soort dingen zijn in veel extremere mate ingezet in vorige pandemieën in de geschiedenis. Het is echt niet iets nieuws of zo, maar mensen willen het wel graag op die manier framen. Ja. Maar weet je wat mensen ook wantrouwen geeft? Kijk, bijvoorbeeld toen het begon, deden politici, zeiden ze, we gaan natuurlijke groepsimmuniteit bouwen. Nou, na een week bestond dat woord niet meer. Ja, fucking dom. Ja, maar waarom roepen ze dat dan? Ja, omdat ze ook niet beter weten. Kijk, het zijn politici. Die hebben echt niet meer verstand van deze zaken als je burger. Die vragen gewoon, die krijgen even een half uur gesprekje met de scientist die ze alles uitleggen. En vervolgens wordt er over die groepsimmuniteit gesproken. En vervolgens wordt dat verkeerd geïnterpreteerd, hè, omdat je het zo simplistisch mogelijk probeert uit te leggen. Dan gaat er wat fout in translation. En dan wordt zoiets geadderd, zeg maar, verteld. En ja, 2-3 dagen later was er al een correctie op verschillende nieuwswebsites van het wordt helemaal niet zo bedoeld. En het doel is helemaal niet natuurlijke immuniteit. Maar ja,
weet je, kogel was al de kerk uit. En Mark Rutte nog steeds na anderhalf jaar. Dus ja, het is gewoon iets doms wat de politici heeft gezegd, weet je. Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Het zijn politici en die zeggen domme dingen. Dus ja. Ja, want weet je wat ze ook zeiden? Ja, er komt nooit een vaccinatiedwang. Er komt nooit een QR-samenleving. En alles is... En Baudet heeft altijd geroepen, jawel, komt er wel. En nu zegt iedereen, oh, die man heeft elke keer gelijk. Weet je wel? Ja, dus... maar dat is voornamelijk omdat alle keer dat hij niet gelijk heeft... Het niet gelijk had genegeerd wordt. Kijk, die van Mark Rutte zegt, roept hij één keer iets over groepsimmuniteit. En dat achtervolgt hem, weet je, 2 jaar. Maar Baudet heeft al duizenden dingen geroepen die haak staan op de realiteit. Sinds het begin van zijn carrière. Steeds toenamende toenemende hoeveelheden. En op de een of andere manier vergeet men dat wel heel erg. Maar de voorbeelden die Baudet gaf, die... lijken ook niet echt op de manier. Kijk, ten eerste, dwang. Er is geen dwang. Oké, aan de mensen die het dwang willen noemen, wil ik dan wel de challenge zetten van, als jij het ook echt dwang vindt, laat ons je dan dwingen. Hè? Laat ons gewoon je huis binnenlopen en je op de grond drukken en vaccineren. Als er volgens jou toch al dwang is, weet je, prima, als je het op die manier wilt spelen. Maar er is geen dwang op die manier. Vaccinatiebewijzen en QR-samenleving. Kijk, het is gewoon een immunisatiebewijs. Dat is niks anders dan het is. Het is een immunisatiebewijs. Het enige data die jij deelt is, ben jij geïmmuniseerd voor deze ziekte of herstellende? Ja of nee? En dat hebben we in elke pandemie. Letterlijk de Black Death. Hè? Dat is een van de grootste plagen die we ooit hebben gehad. Bubonic Plague. 1346 tot 1353 volgens mij. Zelfs toen, als je naar buiten wilde, als je wilde reizen, dan had je een stuk papier nodig waarop dus stond dat je de ziekte had gehad en overleefd en weet ik veel wat allemaal. Dus die dingen bestonden altijd en die zitten in het pandemieplan van letterlijk elke organisatie in de hele wereld. Dus ja, het is logisch dat die dingen er zouden komen. Alleen, er worden beloftes gemaakt die daaraan worden gekoppeld, die niet worden nagekomen, waardoor er dan wordt gedaan alsof, weet je, het onmogelijk was dat zoiets zou gebeuren en het vervolgens toch is gebeurd en Baudet heeft voorspeld en weet ik veel wat. Terwijl het letterlijk in elk pandemieplan in de wereld zit. Dus je kan zonder het hebben van vaccinatiebewijzen niet een pandemie overleven, okay, zeg maar. Ja, Willem Engel die heeft bijvoorbeeld een rechtszaak gestart tegen Hugo de Jonge, bla bla bla, wegens medische discriminatie en zo. Mm. En ik woon in Amsterdam, dichtbij de Dam. En ik zie vorige keer 50.000 mensen of zo zijn bij elkaar gekomen om tegen die maatregelen te protesteren. Ja. En dan zit ik thuis en dan denk ik, oh mijn god, als ik nu naar buiten ga, heb je gewoon 50.000 ongevaccineerde mensen die waarschijnlijk het virus verspreiden. Ja. En eigenlijk is dat best gevaarlijk, maar de overheid doet daar niks tegen. Ja, je mag gewoon protesteren. Kijk, we zijn echt super, super lenient geweest met mensen. Hè? De vrijheid die we ze hebben geboden in tijden van een pandemie in vergelijking met andere landen. En dat is gewoon, het is ook een beetje Nederlands om zoveel mogelijk vrijheid te hebben, maar toch te doen alsof je het meest onderdrukte land van de wereld bent. Dat hoort gewoon bij onze privileged asshole position, zeg maar, een beetje. Maar kijk, wat ik heel grappig vind in die hele discussie van medische discriminatie, en weet ik veel wat, dat er wordt gezegd van, als ik word gevaccineerd of gedwongen word om te worden gevaccineerd, dan wordt er inbreuk gedaan op mijn lichamelijke autoriteit. En dat vind ik zo vreemd. Dat vind ik zo vreemd, want wanneer jij niet gevaccineerd bent, dus de kans vergroot dat jij en besmettelijker bent en in de IC terechtkomt en weet ik veel wat, dan, of als jij jezelf niet wilt beschermen tegen het infecteren van andere mensen, is een inbreuk op hun lichamelijke integriteit en autoriteit. Een virus is niks anders dan een gevaarlijker vaccin. En een vaccin is niks anders dan een veiliger virus. Allebei immuniseren. Dus iemand geforceerd vaccineren zou net zo erg moeten zijn als iemand besmetten. En dat is het op de een of andere manier niet in de hoofden van mensen. Dus dat is ook heel raar. Ja. Nou, ik las ook dat die, ik kan het nu even niet vinden, maar die teststaafjes hebben zo'n gevaarlijke stof of zo. Had ik je dat doorgestuurd? Ja, nee, ja, volgens mij wel. Grafeen, dioxide. Oh ja, precies. Ja. Ja. Ja, het was eigenlijk, ik vond het wel een beetje een bangmak artikel. Grafeen, dioxide vind je overal, hè. Het zit ook in voedingsmiddelen en weet ik veel wat allemaal. Maar wat heel erg belangrijk, dit is echt
dit is eigenlijk iets wat elke persoon zou moeten weten om je te helpen tegen dit soort dingen. Wat heel belangrijk is in de toxicologie. Toxicologie heeft een lijfspreuk. Dosis sola facit venenum. Dat betekent de dose mixed poison. En dat ligt echt in de essentie. Het gaat veel minder om de stof die je binnenkrijgt dan de hoeveelheid van de stof die je binnenkrijgt. Hè? Zout heb je nodig om te overleven. Eetlepel zout, kan je dood aangaan. Weet je? Dus het gaat echt om de dosis. Hele giftige stoffen die je buiten het lichaam alleen zou gebruiken om schoon te maken of weet ik veel wat, die zijn ook wel gewoon aanwezig in het lichaam in kleinere hoeveelheden in heel veel biochemische processen. Nagellak remover, aceton, zou je niet in je lichaam willen. Het is een lichaams eigen stof. Het is een van de ketonen van het lichaam. Als je een ketogenisch dieet gaat volgen, maakt je lichaam extra aceton aan. Heb je een acetonadem en weet ik veel wat. Gewoon nagellak remover. Weet je? Dus dat is heel belangrijk bij giftige dingen. En bij dit soort artikelen die dan giftige stoffen vinden, zijn twee dingen heel belangrijk. Eén, hoeveel is er van de stof waargenomen? Want onze analysemethoden zijn enorm nauwkeurig, tot parts per trillion. Dus we kunnen echt alles vinden. Dus hoeveel is er gevonden en wat is de bovengrens voor human exposure, zeg maar. En als die twee dingen er niet in staan, dan kun je het artikel in principe weggooien, want dan is dat zijn de twee belangrijkste dingen om te weten als je het wil hebben over de toxicologie van een bepaalde stof. Weet je? En als die er niet in staan, dan is het in principe een flut artikel. Dus dat heb je heel vaak met, oh ja, pesticide residu's gevonden in ontbijtgranen of weet ik veel wat. Als die getallen er niet bij staan, weggooien die handel. Want als er wordt gemerkt dat er van iets te veel zit in een bepaalde whatever in de hele industrie, dan worden er gewoon mass recalls gedaan en nemen we de producten terug. Weet je, daar is de Nederlandse Voedselautoriteit vrij streng. Oké, en jij stuurde mij dat artikel van dat Portugal een succesverhaal is, want iedereen is gevaccineerd. Ja. Maar toen dacht ik, Israël is toch ook iedereen gevaccineerd? Waarom is het daar geen succes? Ja, het is voornamelijk dat cultuurverschil. Kijk, Portugal houdt iedereen zich nog steeds heel erg. In Portugal is de science communication enorm goed. Dus iedereen houdt zich veel meer aan de regels. Iedereen begrijpt dat na het vaccineren, dat je nog steeds aan de regels gehoorzaam moet. Ja, het is een volk dat wat meer gehoorzaam is. En bij Israël had men toch wel snel gemerkt dat mensen na het vaccin dachten van, oh ja, ik ben nu bulletproof en ik kan weer verder gaan met de normale gang van zaken. En dat hebben we in Nederland ook, hè? Want eerst was het van, oh ja, het is echt bullshit, want als je gevaccineerd bent, moet je nog steeds een masker op. Vond iedereen bullshit dat moest. En daarna was het van, hé, maar gevaccineerden zijn nog steeds wel besmettelijk. Ja, maar daarom moest je ook die masker nog steeds ophouden, weet je. Maar het is echt werken met kinderen. Dus ja, dat is heel belangrijk hoe goed die kinderen luisteren, als het ware. En in Portugal is die samenhorigheid er wat meer. Dat mensen denken van, nee, we blijven afstand houden, geen grote events, maskers dragen, weet je, limieten op capaciteiten en weet ik veel wat allemaal. En in andere landen is dat veel, veel minder. En als je landen zo één bij één met elkaar vergelijkt, dan omdat multivariabele en multifactorial problems zijn, is het heel moeilijk om te kijken aan welke factoren dat ligt. Maar als je het gemiddelde plaatje neemt, zeg maar, van landen met hoge vaccinatiegraad, dan is het heel duidelijk te zien dat in die landen veel minder IC-druk en sterfte is dan in landen met lage vaccinatiegraad, zeg maar. Maar die cultuur speelt dus wel heel erg mee. Dus bijvoorbeeld in Azië is het dragen van een masker wanneer je je ziek voelt heel normaal. Hoort gewoon bij persoonlijke hygiëne, zoals het wassen van je handen na de wc. Maar in Nederland, zodra Nederlanders het moeten doen, is het opeens onveilig voor je en werkt het niet. Weet ik veel wat allemaal, weet je. Oké, maar we hadden het over Israël en Portugal. Ja, sorry. Ja, maar daarom dus in Israël, omdat men daar heeft opgemerkt. Kijk, ten eerste heb je daar ook groepen die streng religieus zijn en zich niet laten vaccineren. Dat zijn hele kleine haarden, virushaarden, zeg maar. Broeihaarden, heet het zo? Ik weet het niet. En ten tweede dus dat waar ik het over had, dat mensen zich na de vaccins gelijk veilig waanden en doorgingen met het normale leven. En daardoor gingen de infecties omhoog en daardoor de ouderen die vervolgens ook weer besmet raakten, omdat, zoals eerder gezegd, het vaccin niet dezelfde efficacy heeft in ouderen. En ze die derde boosterprik nodig hadden, kregen ze gelijk weer vrij veel mensen op de IC. Maar ja, dat is een learning process. Weet je? Daar hebben ze van, daar gaan ze van moeten leren. En Portugal heeft dat in dat opzicht vele malen beter gedaan. Yes, dat was hem voor vandaag. Als jullie tot het einde hebben geluisterd, zijn jullie de real OG. Laat ons vooral weten wat je ervan vond.
Stuur vooral nieuwe suggesties voor de volgende afleveringen. Dat kan op Instagram. @eumer-34 of @lalegul met 3 a's. En ik wens jullie nog een nieuwsgierig en leergierig leven toe. Doei!